aantal maanden geleden kreeg ik een belletje van 6 studenten van de HAN. Die heb ik gelijk omgetoverd tot de HAN-pakkers. Dus niet aanpakkers, maar de HAN-pakkers. Minor Event Management. En zij wilden graag een event organiseren voor Pakan. Nou, 1 en 1 is 3. Wij bestaan 2 jaar, laten we wat doen. En dat is Pakan Pakt uit geworden. Ik vind het fantastisch dat een organisatie als Pakan, zeg maar, de mensen aanspreekt op de trots van de regio en dat kanaliseert en zeg maar laat uitwerken in mensen die allemaal dingen gaan doen voor de Achterhoek. Je hoeft niet eens uit de Achterhoek te komen als het maar effect heeft en spin-offs heeft in de Achterhoek. Wat heeft Stichting Pakan in die 2 jaar tijd eigenlijk gerealiseerd? Nou, best wel heel veel. Meer dan we hadden durven dromen. We hebben meer dan 200 plannen binnen nu, waarvan we de 90 hebben gehonoreerd. En dat betekent dat gewoon 90 mensen hebben hun droom waargemaakt of zijn daarmee bezig met onze steun. Lizzie, wat brengt jou hier op de Pakan dag? Ja, ik ga vandaag 4 nummers spelen. Naar aanleiding van mijn studie die ik ga volgen in New York. En ik ga mijn project daarvoor promoten. Want Pakan gaat je daarbij ondersteunen, geloof ik. Ja, die doet dat al. Dus ik ben met hun in gesprek over wat ze voor mij kunnen betekenen. En naar aanleiding daarvan sta ik ook hier om mijn ding te doen. En ja, dus Pakan die doet daar heel veel voor. Ja. Kijk, het is altijd heel goed om talent te stimuleren en te motiveren en te ondersteunen waar nodig. Dus dat is te gek dat Stichting Pakan dat doet. Ja. Hoeveel groter hoop je dat Pakan nog wordt? Er zit geen rem op de groei of dat we zeggen, nou, het moet niet groter worden dan dat. Wij denken juist groot en vaak ben je te bang. Dus je moet het gewoon doen. En dat is, dat is wel de Pakan-vibe. Vaak ben je zelf je grootste tegenstander, dan ben je onzeker. Wij nodigen uit om dat van je af te gooien en wel met je hoofd boven het maaiveld. Dat heeft de Achterhoek nodig. En ik denk dat wij daar in de afgelopen 2 jaar, dat we dat wel hebben bewezen, dat wij daar een katalysator in kunnen zijn.